Margriet Hermans en Céline, twee handen op één buik. Dat is zo, hè. Jullie hebben denk ik maar een blik nodig om elkaar te begrijpen. Hoe moeilijk was die periode nu, de voorbije weken en maanden? Heel moeilijk. Heel pijnlijk ook. Het is natuurlijk een keuze die zij maakt. Hè. Je kan je daar niet in moeien. Maar dat neemt niet weg. Wij verliezen een schoonzoon die we toch 9 jaar ook gekoesterd hebben en graag gezien hebben. En ik heb hem ook gezegd, we willen jou niet verliezen. Dus ik hoop dat we echt goede maten blijven. En je bent altijd welkom hier. Maar uiteindelijk in een partnerkeuze, ja, daar kan je je niet in moeien. Hè. Ik zou dat in de tijd, als ik jong was, door mijn ouders, als zij zouden standpunt tegenomen, ik zou dat ook niet geapprecieerd hebben. Ik zou gezegd hebben, jullie weten er niks van. Hè? En dat denkt zij nu ook natuurlijk. Maar dat neemt niet weg dat vooral ook voor mijn echtgenoot, was dat heel, heel moeilijk.